Heel goedemorgen en welkom bij deze markets Update van BNP Paribas. Na een redelijk rustige sessie waarbij techfondsen weer het voortouw namen, waren na beurs alle ogen gericht op Tesla. Dat zag de omzet met 74% toenemen tot ruim 10 miljard dollar. Netto werd daar iets tegenvallend 483 miljoen aan overgehouden. Verder eh, zag men voornamelijk dat de Model 3 voertuigen werden geproduceerd waar de verkopen van Model Y ook stormlopen. De kaspositie van 17 miljard dollar zit het bedrijf op rozen. Er werd duidelijk al veel verwacht, want na beurs daalde het aandeel met 2,5%. Apple liet weten in de komende jaren meer dan 400 miljard binnen de VS te gaan investeren, onder andere in nieuwe locaties voor het bedrijf. In Japan hield de centrale bank, zoals verwacht, de rente onveranderd. Voor heel 2021 ziet men nu een inflatie van slechts 0,1% in plaats van een half procent. En dit als gevolg van de coronamaatregelen. HSBC zag de bruto winst met 5,8 miljard voor hoger uitkomen dan verwacht. Over een breed front sloten de indices in Azië wat lager. Alleen in Hongkong rest hier een kleine plus op het slot. De futures duiden vanmorgen op een vrijwel onveranderde opening. En NXP Semiconductors zag de winst over Q1 oplopen van 309 miljoen naar 353 miljoen bij een vrijwel gelijkgebleven omzet van 2,5 miljard. Men ziet voor de rest van 2021 een robuuste groei. En British Petroleum zag met dank aan de hogere olieprijs en aantrekkende vraag de CCS-winst oplopen naar 2,6 miljard en dat was nog 791 miljoen in Q4 2020. UBS zag ondanks een stevig verlies van 434 miljoen op hedge fund Argegos een netto winst van 1,8 miljard resteren. Op de agenda vandaag Kees Schiller, huizenprijsindex en consumentenvertrouwen uit de VS. Verder zien we bij de analisten, die Suisse zet ST Microelectronics op kopen, koestel 39. Jeffries zet koestel PostNL hoger naar 5 euro. En hier is het advies kopen. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.